Goed, hier staan we dan. De voorbereiding van de adventure race. De shitshow die we mee hebben. Fiets klaar. En natuurlijk nog een hoop andere mensen. Mirjam, mijn racemaatje voor deze race. Ga goed komen, hè? Top. We gaan hem halen. Nou, hier wordt de tactiek dus besproken. Een hele fatsoenlijke maaltijd. En ons roodboek wat we alvast hebben gekregen. En dan krijgen we straks de kaart. Eigenlijk staan we nu al klaar om te racen. Het is 3:15. Om 3:00 is een briefing. En we starten eigenlijk pas om 6:00. Dus we hebben de briefing. Nou, dat duurt misschien tot 4:00. Dan stappen we een bus in. Dan worden we ergens afgezet. Om vervolgens om 6:00 te starten. Dus we staan 3:00 van tevoren staan wij al klaar voor de race. Dat is een beetje vreemd. Vooral in Nederland praten. Ik zie daar twee Duitsers, maar voor de rest. Mag je toch een wissel? Goed jongens, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Schön dat jullie allemaal daar zijn, dat jullie ook weer dabei zijn. Na een jaar. Genau. We hebben net de briefing gehad en wij worden per bus worden wij vervoerd naar de startlocatie. Het is ja, dat wel. Ik heb het geprobeerd. Nee, nou, nog niet lange stukken. Nee. Ik heb ook wel andere sokken meegenomen. Ja. Oké, okay, wel goed. Ja. Dat gaat goed komen. We zien waar wij uitkomen. En, we hebben verder eigenlijk geen idee. Hier is wel de finish trouwens. Dat is, stond nog bij de tent, hè, Maat. Een uur in de bus gezeten. We zijn aangekomen in Winterberg. En we krijgen instructie om te schieten. Want we gaan biathlon doen. Einer had irgendwo een Vorteil aus der Achse. Ja, kennt das schon. Genau. Also, wir haben jetzt folgenden Zeitplan. Ihr wisst, 18 Uhr ist Start. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Zunächst noch 2-3 Erläuterungen zum Handling der Waffe. Anschließend wollen wir probieren, dass jeder von euch 10 Schuss Probe machen kann. Wow, tschüss, Jungs. Niemand sieht es. Ja, gaan wij doen dit. 15! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! Jee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 
Nou, we staan meteen in de file. Dat is het leuke van pas na de start. Dit gaat even mee. Gelijk naar rechts, Mirjam. Ja. Ja. Nog even de wedstrijd, hè? Help elkaar nog. Help elkaar nog. Ja, jij praat zo goed. Zo, we hebben 7 checkpoints gehad. Dat zijn ze allemaal. We gaan nu naar de transition area. Dan mogen we de fietsen pakken, maar we moeten eerst nog even een keertje schieten. Kijk. Hey. Hey. Zo. Hier staan de fietsen klaar. Ja. En oh ja, 21 die van ons. Hey. Dann kannst du direkt schießen. Diese,
dat we het al af nu zijn, hè? Zwei Strafrunden. Zwei Strafrunden. 21. 2. Waar is ze? Ik heb er 2 gemist. Ja. Helaas. Zoals die Duitsers zeggen, scheisse. Ja, 2 rondjes te maken, hè? Verdampt nogmaal. Check hem maar uit. Dat kan al. Een nieuw bandje. Dan gaat het bandje eraf. Kan ook al. En dan krijg je een nieuw bandje. Met één. Dat is het zuiden. Zo, dat was een leuk stukje downhillen. Ja, ja. Dat was ongelukkig remmen. Dat is met één hoop weer kaartje vasthouden. Zorg dat het niet verliest. En dan kan ik nog net met één vingertje remmen. Echt een test. Nou, we gaan lekker. We zitten 3 uur in de race nu. En etappe 2, hè, mountainbike. Nou, nog even lachen naar het vogeltje. Oh, ja. Nou, ook dit hoort bij het adventure racing. Lekker band. Shit happens. Ja, is op zich doe je niks aan. En er zijn nog 2 mensen hier driftig op zoek naar het checkpoint. En die hebben hem nou gevonden. Kijk! Ho ho! Goeiedag! Zo! Zijn we dan? Daar zijn jullie. Dat is mooi. Dat gelukkig wel. Even kijken, we gaan jullie iemand hier uitklikken. Ja, die heb jij. Ja. Dus ik die even verlossen van dit bandje. Ja. En die van jou ook. Zo. Lampjes even uit. Nummer 21. Nog steeds, ja. Havel. Havel. Het is 7:15. Kajak zit erop. Wel een lang eind, niet? Net op tijd weg. Over 1 minuut zou het vertrekpunt sluiten. Dan hadden we dus 2 strafpunten gehad en hadden we niet mogen kajakken. Nou, gaat op zich nog wel lekker eigenlijk. Zijn we. Ja. Direct coördinaten in tekenen en daarna moeten we 48 kilometer fietsen en daarna weer 13 lopen geloof ik en daarna 30 fietsen en dan zijn we er alweer, dus komt goed. Zo, transition area 5, 9:30 is het. 9:30. Hier kunnen we punten verdienen door naar die boei te zwemmen en dan te duiken. Maar ik twijfel wel heel erg om te gaan zwemmen, want ik heb het ijskoud. Nou, 4 punten te verdienen. Ja. Ja. En dat zijn de boeien. Duiken. Ja. Iedereen. Iedereen. Ja. Iedereen te knippen. Oh, ja. Terugkomen. Echt voor mij. Maar we moesten
Nee, ieder moet met verschillende boeien. Je moet twee boeien. Hè? Oh, ieder moet twee boeien doen. Nee, ja. Ieder één. Ieder één. Maar wel op verschillende. Okay, ja, dus jij moet die en ik moet deze en dan is het klaar. Of andersom. Ja. En weer even terugkomen. Wat moet ik met dat briefje dan? Dan moet je knippen. Ja, als we dan jij gaat, hebben we twee punten. Dat vind ik ook wel voldoende. We zijn bezig met het loopgedeelte. Weet je wat, ik doe het even anders. Lopen. Hi. Hierna fietsen. Daarna weer lopen. En daarna fietsen naar de finish. We hebben nog 9 uur de tijd. We wouden eigenlijk 10 uur bij de fiets zijn, maar het is nog 10:30. We slaan wat punten over. Want het is niet te doen binnen de tijd. En gewoon met fietsen kijken wat er van komt. En nou, na het zwemmen gaat het eigenlijk opvallend goed. Ben jij ook opgeleefd? Ja, ja, we zijn helemaal opgeleefd. Helemaal opgeleefd. Hetzelfde team zitten. 51? Ja, 51. Goed. Er staat er geen grappen meer. Transition area 6. Oké, dat is de dekzijde. Weer de draai in de bolken. Draai maar een tier, dus ver. Het zwart is zo'n tier. Hier of die. Draai. Als je draai raken, treffen hebt. Eerst schieten. Deze even in de stoel neergooien. Rugtasje even in de stoel neergooien. Zo draai je veilig voor die. Zo. Hij spullen aan elkaar. Precies. Kijken. Eerst schieten. Nou. We zijn 10:40. We beginnen eigenlijk bijna 1,5 uur te laat met mountainbiken. Dus als we nog op tijd de finish willen halen, moeten we gewoon heel veel punten overslaan. Net nog even goed gegeten. De fietsen staan klaar. We hebben de nieuwe route. Is ingetekend. En we gaan de transition area verlaten. Er zijn nog meer mensen aan het intekenen. Hey! Ze staan hier. Dus we gaan er weer voor. Een stuk mountainbiken. Hierna nog 1 keer lopen. Daarna mountainbiken naar de finish. En dat moet goed komen. Ook nog mensen. Ja. Wat zei je? Daar moeten wij uiteindelijk ook naartoe. We moeten naar dat. Nou, echt tot tussen wil ik in het bos gaan. Langs de jaren zit zo wel een pad gaan. Transition area 7. We hoeven alleen nog maar te lopen en daarna te fietsen. Zo. Zo. Lekker biertje drinken. Bier? Ja, daar val ik om, denk ik. Even Chippy indrukken daar. Ja. Oh, die hangt aan het paaltje, Chippy. Hier hangt Chippy. Mirjam.
Ja, zon schijnt, het is helemaal super dit. Ja. Nou, dat was het lopen. We lopen aardig ingekort. Een verplicht punt gepakt. En de rest maar laten liggen. Want we zijn vreselijk bang dat we niet binnen de tijd gaan halen. Het is nu 5:10. En we moeten over 7:30 moeten we finishen. Ja. We hebben nog 3,5 uur. Nou, we moeten nog een bandje wisselen op de fiets. Want we hebben nogal een lekker bandenprobleem. Maar eigenlijk heel veel mensen. En dat gaan we nog even regelen. Dus ik verwacht dat we 5:30 echt goed op de fiets zitten. Nou, dan houden we 2 uurtjes over. Voor 30 kilometer. Dan zullen we de fiets ook wat gaan snijden. Dan hopen we dat we voor 7:30 bij de finish zijn. Maar dat gaan we gewoon doen. Ja. Het is gewoon de 4e keer dat we dit doen, hè. Het is niet meer leuk. Het kost zoveel tijd. Echt verschrikkelijk. Heel veel lekker banden in deze wedstrijd. Ik zelf gelukkig niet. Maar heel erg naar. We staan nu hoeveel meter voor de finish? Ik zie de camping hemelsbreed, een kilometertje misschien. We kunnen de finish gewoon zien. En ja. Het begint een vast ritueel te worden. Dit is wel erg hoor. Ja. Helemaal op elkaar ingespeeld. Kwart op punt. Mooi man. Liepen. Prikken. Heel goed. Top man. Nog even een foto voor René. Ja. Hey, top, dankjewel. Dit is perfect hoor. Jee. Gewoon een biertje raken. Ja. Nou, mag ik hier weg, hè? Nou, dankjewel. Witte. Ja, zeker. Ik zal meteen even uit. Alles is alcoholvrij, of niet? Alles is alcoholvrij. Oh, oké. Doe maar witte dan. Hey. Bedankt. Goed gedaan, jongen. Voor alles. Fantastisch. Ook bedankt. Voor alles. Super.